Het is een enorme uitdaging om erachter te komen, wat maakt nou dat die afwijkende cellen in die melkgangetjes in de borst kunnen binnendringen in het omliggende weefsel. Want dan krijg je borstkanker. Wat maakt nou dat dat gebeurt? In Nederland worden alle vrouwen tussen de 50 en 74 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek op borstkanker. Daarin worden heel vaak afwijkingen gevonden die mogelijk een risico vormen voor het krijgen van borstkanker, maar het lang niet altijd worden. En die afwijking die heet ductaal carcinoom in situ. Als dat wordt gevonden, dan is nu de strategie behandelen en als het een sparende operatie is van de borst, ook nog bestralen. We weten dat het zeer waarschijnlijk niet voor alle gevallen nodig is. Maar hoe maken we dat onderscheid? We hebben geen idee. Eigenlijk hebben we geen idee. Daarom behandelen we alles. Dat vind ik onverteerbaar. Het is bij mij ontstaan dat ik dat onder een microscoop zag en dacht van jeetje, dan gaat die borst eraf. Om dit. Dat klopt toch niet? Onze grote uitdaging is te kijken hoe we dat onderscheid kunnen maken. Zodat we daarmee heel veel vrouwen een onnodige, maar wel belastende behandeling besparen. En dat is de Grand Challenge. Nu kunnen we met een internationaal team, met experts die supergoed zijn in hun veld van onderzoek, chirurgen, moleculair biologen, genetici, pathologen, multidisciplinair, dit probleem aanpakken. En dan is iets waar ik echt al jaren van droomde, geen droom meer, maar gewoon werkelijkheid.